1% kans is ook een kans. En we gaan er niet heen als toeristen. We proberen daar wel een wedstrijd van te maken. En het zal absoluut niet makkelijk zijn. Er zijn maar weinig ploegen gegeven die winnen in de Kuip. En er staat gewoon een goede selectie. Dat ze even wat in mindere doen zijn. Ja, oké, dat kan gebeuren. Ik bedoel, iedereen heeft het over het slechte Feyenoord. Of het Feyenoord wat niet 100% presteert. Maar ze staan 1 punt onder Ajax. Ik bedoel... Maar dat zegt ook niet alles. Jij bent ook zondag in de Kuip geweest. En jij hebt zondag ook een heel erg slecht Feyenoord gezien. Ja, maar goed, het zijn ook momentopnames. Ronald zegt ook terecht, van, het kan ook zomaar omslaan als je wat wedstrijden wint. Dan kom je, ik gebruik het woord liever niet, flow. Maar dan heeft iedereen wat meer vertrouwen. En wij zien ook wel dat het niet 100% is. Wat wij er tegenover gaan zetten is gewoon ons eigen spel. We gaan proberen te voetballen zoals we altijd voetballen. Maar ik vind niet dat je dat moet gaan veranderen. Want een paar dagen later moet je tegen top opspelen. En dan speel je in één keer weer een ander concept. Dus wij gaan gewoon spelen zoals we gewend zijn te spelen. Ja. En dan zien we aan het einde van de rit wel wat eruit komt. En dat betekent dus met 3 spitsen. Dat had je bij ons in FC Rijnmond ook al gezegd. Even vergelijk met Utrecht speelde er met 1. Denk je ook dat je meer kans hebt met 3 spitsen tegen Feyenoord? Ja, het ligt eraan. Je hebt altijd te maken met een tegenstander. Maar kijk, als je wat hoger op druk wil zetten, ja, dan heb je aan 1 spits niet voldoende. Dat betekent dus dat je wel voldoende mensen moet hebben om die druk te geven. Maar wij kijken natuurlijk, alle respect naar Feyenoord. Ik bedoel, die is een fantastische selectie en die hebben het hartstikke goed gedaan de afgelopen 2 jaren. Maar wij willen wel voetballen zoals we gewend zijn om te voetballen. En we willen niet met onze achterhoede in de kont van de 16 meter zitten. Nee, we willen proberen te voetballen zoals we gewend zijn te voetballen. En als zij daar geen antwoord op hebben, zou dat natuurlijk hartstikke mooi zijn. Maar Ronald kennende, die zal dat ook wel vertellen tegen zijn spelersgroep, hoe wij spelen. Dus die zullen voorbereid zijn. Ik stond in de catacombe afgelopen zondag naar de wedstrijd en zat Wesley Verhoek. Die zat een beetje gek te doen over Dordrecht. Van joh, het zal wel weer lastig worden. Hij zei dit tegen zijn oude ploeggenoot Willem Jansen, die nog kent uit zijn Twente tijd. Ik dacht bij mezelf, nou, ik weet niet. Doe even normaal. Wat is jouw reactie als je dat hoort? Ja, maar hoe moet ik daarop reageren? Ja, een speler van Feyenoord die niet bij de eerste 18 zit, die zo ja, toch een beetje denigrerend doet over Dordrecht. Ja. Nou ja, goed. Ik hoop dat zij ons onderschatten. En nogmaals, weet je, we zien het einde van de wedstrijd wel hoe de stand is. En als zij ons niet serieus nemen, wat ik me niet kan voorstellen. Ik bedoel, elke wedstrijd die je speelt, zij kunnen zich niet permitteren om een slecht resultaat te halen. Dus bij ons is er geen druk, er ligt meer de druk bij hen. Is dan heel belangrijk voor jullie om het eerste half uur of de eerste helft te overleven en dan dat er vanzelf ruimte gaat komen en dan misschien wel gaat toeslaan met een geniepige 0-1? Of zie je het niet zo? Ja, nou dat zou kunnen. Belangrijk is dat je in de beginfase geen goal tegenkrijgt of 2 goals tegenkrijgt, want dan loop je alleen maar achter de feiten aan. En dan maak je het veel makkelijker. Dan kunnen zij wat inzakken en dan kunnen zij uit de counter spelen. Dus, maar dat is altijd belangrijk tegen wie je ook speelt. Je moet je huid zo duur mogelijk verkopen. En als wij spelen zoals we gewend zijn te spelen en goed vanuit de organisatie kunnen voetballen, dan zijn we ook een ploeg die niet makkelijk te verslaan is. En dat is gebleken. En ook in de voorbereiding en in de competitie die we gespeeld hebben. Dus heel veel respect naar Feyenoord. Heel veel. Maar we proberen wel te voetballen zoals we gewend zijn.